Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Lau Huiswerkbegeleiding, het adres tegen huiswerkstress. Gisteren was er een uitslaande brand in het dak van een tussenwoning aan de Hogendorpstraat. Meerdere omliggende woningen zijn ontruimd en een van de bewoners is met rookinhalatie afgevoerd naar het ziekenhuis. Het dak van de woning is opengebroken om de brand goed te kunnen bestrijden. Tijdens de inzet is er ook een brandweerman gewond geraakt aan zijn knie. Hij is gecontroleerd en voor de zekerheid meegenomen naar het ziekenhuis. Het sein brandmeester kon na ruim 2,5 uur worden gegeven. De zolder van de woning is verwoest en de rest van de woning heeft zware waterschade opgelopen. Hierdoor is de woning onbewoonbaar verklaard.